een hoed? Ik heb zelf nog ochtend en alles is af. Wil jij geel? Dus? We gaan dit link dus door de hele Langstraat trekken om aandacht te vragen voor alle culturele uitingen die hier te zien zijn vandaag en morgen en de komende 2 weken. We vestigen hier natuurlijk de aandacht op de cultuur op een manier die verantwoord is binnen de coronamaatregelen. In de BH-winkel. Ja, dat is een vogel zonder slip en zonder... zonder BH. Mijn eerste schilderij wat in een etalage van een winkel staat. En in heel veel winkelgebieden zijn natuurlijk ook wel die linten getrokken om de 1,5 meter in stand te houden. Ik loop aan het lijntje, ja. Vandaag wel, maar heel even hoor. Ja. Nou, ik hoop vooral natuurlijk dat het mogelijk wordt dat de cultuur weer meer kansen krijgt. Zeker in de tijd dat de restaurants nog niet open waren, ja, kon je ook bestellen. En dat hebben zij toen heel goed opgepakt. Maar dit is een pand wat ik ook nog wel heel erg goed herinner uit mijn jeugd. Stijnman zat daar natuurlijk vroeger. Dan had je natuurlijk de kaasstokbrood. Maar vaak maken we daar ook wel een moment van dat we met elkaar boodschappen gaan doen. Springen. Dus er staat ook wel bij van wie het is. Wassenaar heeft gewoon enorm veel te bieden op het cultureel gebied. Zowel als het gaat om muziek, als om zang, als om dans, als om natuurlijk het Museum Voorlinden, dat kennen we allemaal. Met Art of Shopping, de combinatie tussen kunst in de winkels en het winkelen is eigenlijk een hele goede combinatie. Stichting Centraal Management Wassenaar, de Rabobank, de gemeente, Vorstelijk Vrij, de bibliotheek, Cultuuranker. En ik vergeet er eentje, heb ik het idee. Het is niet zo als je me een stuk klei geeft dat daar nou iets heel moois uitkomt. Dus ik ga hem vooral vragen wat hij allemaal gezien heeft en wat hij daarvan vond. Ik moet toch niet veel verder dan de ouderwetse asbak van vroeger. Want laten we eerlijk zijn, we zitten al zoveel achter een beeldschermpje. Dus ik vind echt naar de winkelstraat gaan, blijft een feestje. Ik vind dat die winkels het fantastisch doen. En ik hoop dat we volgend jaar weer en nog meer kunnen uitpakken met kunst en winkelen samen. Door het enthousiasme van deze winkels nog meer winkeliers bereid te vinden om mee te doen. Wij zijn heel enthousiast. Ja, zeer content. Positieve energie hebben wij gekregen.